Dan moet je goed houden dat je met die schotel, dat je recht houdt. Hou dan recht, dan zitten we erin. Ja, blijf staan, we zitten erin. Hallo boppers, beginnen met de muziek. Hallo boppers, we zitten erin. Blijf daar staan, zit dan verder, vriend. Hallo, ja. Bij mij staat Mimi Kok. Mimi, jij bent het nieuwe gezicht van RTL 6. Hoe is dat? Oh, dat vind ik fantastisch. Ik vind het enig. Ik vind het een uitdaging. En ik heb het volste vertrouwen in Bob de Rooij. Het wordt nou zo altijd maar André van Duin. Er is geen ander die hem opvolgt. Anders zit je er altijd zat. Ja. Tegenover elkaar. Piet Bamberg en René Vervoren. Ja. Dat is ook heel leuk. Maar hij staat er nou helemaal alleen voor. En dan gaat het vervelen. Ja. Stop eens. Wijfies, 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 wil je het nieuwe gezicht van RTL 6 worden? Wil je het nieuwe gezicht van RTL 6 worden? Wil je het... Stop eens, wijfies, stop eens. Hallo wijfies. God, ik heb helemaal de kanker. Vanaf 31 december, mijn programma voor u op RTL 6. Nou, ik zoek het naar haar, mevrouw de Rooij. Ik vind het geweldig, maar ik ben hier weg. Meneer de Rooij, is het... Het is gelukt. Impact heb ik ook nooit... Dat impact heb ik ook nooit begrepen. Dus laat die Paul Witteman de hele dag presenteren. Laat hij het hele godvergeten weekend gaan repeteren met de ronde tafel van Witteman. Ik vind het gewoon kut. Ik wil een showprogramma. Mevrouw Keur, mediadirecteur bij de VARA. U heeft zojuist het derde gesprek gehad met meneer de Rooij. Is het iets beter gegaan? Nee, het gaat slechter. Denkt u dat u het gezicht van RTL 6 schrijft u? Naar Amtsportus 176-1200 Hilversum. Om vermelding, het gezicht van RTL 6. De onderontwikkelde vrouw, RTL 6. Beter dan niks. Rijden. Nou, ja. Transactiebon? Ja. Wordt gedeeld, dat is weer... Het is heerlijk om bij dingen waar je het als ontwikkelde vrouw moeilijk mee hebt, om te zeggen, ik kan hulp vragen van onderontwikkelde vrouwen. Want we zijn misschien wel dom, maar we zijn niet gek. Wel dom, maar niet gek. De cursus van RTL 6. Beter dan niks. En ik vind het heel prettig om onderontwikkelde vrouwen de weg te wijzen. Les 1. Kijk in de wereld die communicatie heet. Dat is 614,35 gulden. 640,35 gulden. Nee, Annie, die is een beetje... Annie moet het nog een beetje leren. En Annie is een beetje onderontwikkeld. Maar dat is in te halen en er is van alles te leren als iemand maar geduld voor je heeft. Vandaag gaan we het hebben over communicatie. Door een slechte communicatiehouding te hebben op je werkplek, veroorzaak je nogal bij de banketbakker rijen. Is iets meer mag het? Had er verder nog iets gebeurd? 15 gebakjes. In deze les gaan we kijken naar het communicatiegebruik en een stukje assertiviteit van de onderontwikkelde vrouw zelf. Vrouw 1 vraagt 15 gebakjes. Dan dient hier de vraag aan, hoe pakt men dit aan? Dan komt daar een stukje creativiteit en inventiviteit bij kijken. De vrouw zal zich richten op haar taak, het vervullen van 15 gebakjes in de gebaksdoos. In deze les gaan we kijken hoe de vrouw dat doet en wat ze kan doen om het beter en ordelijk te laten verlopen. 7, 8, 9. In eerste instantie is het hard optellen een zeer goede ervaring voor de onderontwikkelde vrouw. Zij wordt daardoor niet afgeleid. Het is ook handig om even te vragen wat men precies moest doen. U wilt verscheidene gebakjes? Ja, heel goed. Dat is een fijn teken dat een stukje erkenning zowel bij de klant als ook bij vrouw 1 in aanmerking komt. Blijf vooral heel rustig en tel door.
toch is de kans groot dat onder een grote werkdruk het concentratievermogen van een onderontwikkelde vrouw afzakt tot die van een amoebe. Vraag daarom hulp. Zou je me misschien even kunnen helpen? Ja, ik ben ook met een klant bezig. Ja, maar ik kom er niet uit. Oh nee, dan kom ik even, natuurlijk. Tuurlijk, een ontwikkelde vrouw staat altijd open voor advies en begeleiding. Zelfs bij het vullen van een gezellige kartonnen doos. Vat het probleem kort samen en wacht op ontwikkelingsadvies. Je kunt ook 2 dozen nemen of 3 dozen. En als je 15 gebakjes moet nemen, hoef je ze niet in 1 doos te proppen. Maar je kunt ook 3 dozen met 5 doen. Of 1 met 7 en 1 met 8. En, als onderontwikkelde vrouw kun je het gevoel hebben, jee, stop met al die informatie. Ik red het niet meer. Dame, cursustip, denk mee. Natuurlijk. Ze pakken een nieuwe doos. Ja, we pakken een nieuwe doos. Ook buiten de werkplek is het voor de onderontwikkelde vrouw soms een grote moeite zich in de ontwikkelde wereld een weg te banen. Een boek kopen is vaak een zware kluif. Ook als het misgaat, probeer de juiste houding weer te vinden. En vraag advies. Ik zoek een goed boek. Een goed boek? Ja. En je weet niet wat? Nou, ik weet niet wat. Om te lachen of om te huilen? Ja, dat weet ik niet. Je moet altijd nadenken. Welke categorie? Lachen, huilen, een licht boek of een zwaar boek? Ik kan alles tillen. Of het licht is of zwaar of huilen of lachen. Ik heb zelf al zoveel ellende gehad in mijn leven. Oh, ja? Dat het mij helemaal niet meer uitmaakt. Maar toch een beetje gezellig boek. Het moet wel gezellig zijn. Ja. Zullen we kijken hier? Ja. Probeer als onderontwikkelde vrouw mee te gaan in de stroming die de ontwikkelde vrouw aan je geeft. Zij bepaalt wat jij kan en wil en mag lezen. Kijk gerust om je heen, maar neem advies ten harte. Het geheim van de blauwe trein. Nou, zal ik dat dan maar gewoon proberen? Ja. Bedankt voor de hulp. Graag gedaan. Als onderontwikkelde vrouw is het fijn om te kunnen terugvallen op ontwikkelde vrouwen, zoals u. Ja. Ja, want ik ben wel dom. Maar niet gek. Het is absoluut geen schande om de ontwikkelde vrouw te bedanken voor de hulpvaardigheid die je hebt gekregen. En denk nog eens na, wat heb ik er nou van geleerd? Als ik een feestje of een partijtje heb en ik heb gebak in huis en ik moet dat serveren, dan valt dat iedere keer om. Ik laat het meestal mijn man doen. En ik heb er nu heel wat van geleerd in die banketbakkerij. Ik vond in de boekhandel vond ik dat wel handig, dat die mevrouw dus naar je toe kwam en zei van je moet eerst nadenken van wil je roman of wil je geen roman of wil je het voor in de keuken te lezen of wil je het voor in bed te lezen of wat dan ook. Dat vond ik best eigenlijk wel praktisch, want dan zoek je makkelijker naar een boek natuurlijk als je niet bewust naar een boek gaat zoeken. Nou, ik interesseer me niet zo voor boeken en dan kijk ik liever televisie. Na de reclame gaan wij verder met het zaadlozen en de opvang daarvan door de onderontwikkelde vrouw. Pakt u vast doekjes, kom ik zo bij u terug.